zou ik ook vooral alle Rotterdammers willen vragen of ze heel goed willen letten op hun eigen energierekening. Want je kunt vaak met heel weinig inspanning zorgen dat je minder elektriciteit gebruikt en minder gas. Ja, en als we dat doen, wordt Rotterdam een prettige plek om te leven. Ik ben Margot, welkom bij Cineac Noord. Beb en Tinus de Does brachten hun 39e editie van hun fotoboek uit. De laatste editie gaat over een aantal wijken in Noord. Hartstikke bedankt. Helemaal mooi, ja, dat ga ik zeker doen. Ja, leuk. Ik denk dat het heel erg goed is om toch een stukje geschiedenis, wat je nu soms in de wijken een beetje mist, omdat er eigenlijk rigoureus soms tekeer is gegaan in de wijken. Een stukje geschiedenis wat mensen die er komen wonen. Kunnen zich inlezen en wortelen op die manier wat beter in de wijk. Ik denk dat het heel erg goed is. Heel erg waardevol is. Dus ontzettend bedankt voor jullie inzet. Nou, we staan hier nog even met Beb de Does. Het 39e boek. Ja, het is een unicum. En ik hoop dat ik het met Tinus nog heel lang vol mag houden. En we willen echt de mensen al hartelijk bedanken die de medewerking hebben gegeven. Die ons foto's hebben geschonken om het boek in stand te houden. Ja. Want het is toch gewoon gigantisch wat er nog bij de mensen boven water komt. Ja. Ik ga even een paar misverstanden uit de weg ruimen. Worden jullie hier nou rijk van? Nee, ik word er niet rijk van. Er moet echt geld bij. Ja, want wat jullie verdienen, tenminste de opbrengst van het boek, dat is eigenlijk de kostprijs ook weer. Hè? Ja, dat is ook de kostprijs. En het meeste gedeelte betalen we ook echt al uit onze eigen zakken. De koffie, de taart, de zaalhuur, noem maar op. Maar ik vind het gewoon een eer en een genoegen dat wij dat mogen doen voor de mensen. Ja. Want nou hebben de mensen het idee van er is nog wat gewaard gebleven van Rotterdam. Want alles wordt maar plat gegooid. Maar nou doe je het in een boekvorm terugbrengen. En de mensen komen met vele herinneringen door ze menig straantjes laten van goh, die mensen hebben toch alles weer neergezet. Ja. Hey, jullie hebben 150.000 foto's thuis, heb ik begrepen. Ja. Je woont gewoon midden in archiefkasten en zo. Nou, we slapen ze wat als in de archiefkasten, laten we dat zeggen. Ik ben Kiek Stratemans van Zevenshandel de Oceaan op de Schieweg. Okay. En de zaak heeft daar 60 jaar gezeten. Dus heel mijn schoonouders zijn er ooit begonnen, dus voor de oorlog nog. En u heeft die oude foto's van de Schieweg geleverd? Ja, die hebben wij inderdaad geleverd. En natuurlijk met alle verhalen erbij, van omdat je er al zo vroeg zat eigenlijk. Ja. En ook alle andere winkels en winkeliers kende. Dus. En welk stuk van de Schieweg is dat? Het stukje tussen de Bergse Laan en de Stadhoudersweg in. En dan precies middenop zaten wij. Okay. En daar heeft de zaak dus inderdaad zo lang. Maar we zijn er nu alweer 14 jaar weg. Ja. En vroeger was het een chique winkelstraat. En je was trots om daar met je winkel te kunnen zitten natuurlijk. Ja, wat is dat veranderd, hè? Ja. In vrij korte tijd. Ja, het is heel erg veranderd. En een beetje verpauperd. Het is een beetje drukke verkeersweg geworden eigenlijk. Weet je tenminste begreep ik dat er bijvoorbeeld allemaal, als je een winkel huurt, dan moet je vaak voor lange termijn een contract afsluiten. Ja. En als je winkel dan failliet gaat, dan blijft die winkel heel lang leeg staan. Dan blijft die weer heel lang leeg staan, dat is ook zo. En de huren zijn vaak te hoog in verhouding tot wat je er dus kunt beginnen. En mensen die gaan toch naar de supermarkt en zo. Dus dat soort dingen. En een beetje de modezaken en de schoenenwinkels, die vertrekken ook meer naar winkelcentra of naar het centrum natuurlijk. En bent u helemaal gestopt met de vissen? We zijn 14 jaar geleden moeten stoppen vanwege gezondheidsredenen. Dus van mijn man. En toen hebben we hem wel kunnen verkopen, maar het heeft niet langer dan 2 jaar daarna heeft het nog bestaan. Ja, er zit nu aan de overkant nog een zaak en dan kan je vissen aan je voeten laten knabbelen. Oh ja, dat heb ik gezien. Ja, dat is weer heel wat anders. Ja, natuurlijk. Eerst aten wij de vissen op, nou eten de vissen ons op. Ja. Nou ja, goed. Een mooi boek, hè? Ja, geweldig boek. En ik ga thuis op mijn gemak natuurlijk helemaal doorkijken. En mijn man die zal het ook prachtig vinden, denk ik. Na deze expositie komen de boeken in de boekhandels te leggen ook. En we staan ook op vele braderies. Hey, en hoe duur is het?
De boeken zijn €29,95 en het is echt de moeite waard, want je hebt een boek met 200 zomerfoto's. Ja. En deel 40 en 41 staan ook alweer op stapel, heb ik begrepen. Die staan ook alweer op stapel. We gaan nou verder met het boek Vreewijk, Valkeniersbuurt en Tuindorp te Vaan. En dan komt een boek over het hele oude Noorden. En we hopen nog lang door te mogen gaan. En iedereen die foto's heeft of oud materiaal, die kan contact met jullie opnemen. En als je jullie niet direct kan vinden, stuur gewoon een mailtje naar Cineac TV en dan zorg ik dat het bij jullie komt. Ja, in ieder geval hartstikke bedankt voor je medewerking. Op het Eudokiaplein was de markt van de duurzaamheid. Alexandra van Huffelen, wethouder van duurzaamheid. Hoe vind je het vandaag op deze aftrap van de Week van de Duurzaamheid? Ja, ik vind het natuurlijk heel fijn dat we zo'n week in Rotterdam hebben. En dit is al een hele mooie start. Ik begreep dat het vanochtend een beetje regenachtig begon, maar nu schijnt de zon. En met de presentatie van Blijstroom, een coöperatieve vereniging die hier in Rotterdam samen zonne-energieprojecten wil realiseren en projecten om energie te besparen, is het wel echt een mooie middag geworden. Waarom vind je het zo belangrijk dat de Blijstroom wordt opgestart? Ja, wat ik heel erg fijn vind is dat die doelstellingen die we als gemeente hebben, namelijk zorgen dat we minder CO2 uitstoten, dat die ook gedragen worden door de bewoners van Rotterdam. En dat die zelf erover nadenken hoe zij nu dit ook voor elkaar kunnen krijgen in hun eigen huis of in hun vereniging van eigenaren. Dus samen met de mensen met wie ze in een gebouw wonen. Want als we het niet gezamenlijk oppakken, als we niet hele creatieve dingen bedenken, ja, dan wordt het lastig om onze doelstellingen te halen. En die zijn zo belangrijk om Rotterdam schoner, groener en gezonder te maken. Kun je ook zeggen wat er vanuit de gemeente gedaan wordt richting zo'n coöperatieve vereniging om dat te steunen? Nou ja, wat ik gezegd heb is dat ik de vereniging graag wil ondersteunen met de kennis die we hebben. En ook met het lobbywerk wat we zouden kunnen doen. En bijvoorbeeld ook met hele praktische dingen. Zo hebben wij 3D-kaarten van Rotterdam. En kunnen we dus heel goed laten zien in welke wijken, op welke daken je bijvoorbeeld heel goed zonne-energie kunt toepassen. En waar het minder goed kan. Bijvoorbeeld omdat het dak niet goed op de zon gericht is. Of omdat er schaduw van andere gebouwen op is. Daar kunnen we natuurlijk zo'n vereniging mee helpen. Maar vooral ook nadenken over of de constructies die ze bedacht hebben, of die financieel, fiscaal, juridisch ook kan. Daar kijken we graag naar mee. Want als het lukt, dan zou het ook een heel mooi voorbeeld zijn voor heel veel andere Rotterdammers. Wat is nu verder het doel van de Blijstroom? Blijstroom is een oprichting. Het is een corporatie in oprichting. En wij willen eigenlijk een win-win situatie creëren. Want de gemeentes en de overheden hebben eigenlijk hetzelfde soort doelstelling als wij hebben. Energie-neutrale steden. Nou, dat zijn voor veel wijkbewoners zijn dat echt vage begrippen. En ik denk dus dat je als je dus dat heel dicht bij bewoners brengt en ook in die boodschap, dat je dus anders op andere manieren energie zou kunnen opwekken. Wij gaan gezamenlijk energie besparen. Dus alle energie die je niet verbruikt, dat is het meest duurzame. We gaan energie in onze wijk opwekken, omdat die met zonnepanelen, aardwarmte en allerlei andere dingen. En alle energie die we dan nog denken nodig te hebben, is de energie die we gezamenlijk in gaan kopen. En daar zitten allemaal, stukjes winst in. Want we hebben natuurlijk allemaal een energierekening en die kan dus veel lager of veel beter. We geven nu ook een stukje winst weg aan onze reguliere energiemaatschappij. En die winst gaan we samen sparen in een corporatie. En daar kunnen we onze wijk mee gaan onderhouden en ook projecten initiëren. Woningverbeteringen, isoleren, misschien wel zonnepanelen met z'n allen inkopen. Kunnen jullie mij wat uitleggen van zo'n zonnepaneel, hoe dat werkt? Ja, nou dat is dus een zonnepaneel. Er ligt er daaronder eentje. Je ziet allemaal een soort kleine blauwe vierkantjes erop. Die maken stroom. En elk klein blauw vierkantje levert een klein beetje stroom. En om nou tot een beetje een redelijk niveau te komen, hebben ze ze allemaal achter elkaar gezet in een soort series. En samen vormen die series dan dus een zonnepaneel. En aan de achterkant van zo'n zonnepaneel zit een soort kastje. Daar komt dan alles weer bij elkaar. En daar zit een plus en een min aan. En die plus en die min die leveren gelijkstroom, zoals dat heet. Nou, die gelijkstroom dat is iets anders dan waar onze apparaten op draaien. Dus dat moet worden wisselstroom.
Nou, om er nou wisselstroom van te kunnen maken heb je een omvormer nodig. Dit is een kleintje, ze zijn er ook groter. Aan de ene kant gaat daar draden van dat zonnepaneel in die je net zag. En aan de andere kant komt er een snoer uit. En dit is dan wisselstroom op 220 volt. En dat is eigenlijk waar al je huishoudelijke apparaten op draaien. Heb je nog een praktische tip voor alle mensen in Rotterdam om aan duurzaamheid te werken? Nou ja, afgelopen week heb ik gelanceerd een programma om te zorgen dat we meer afval gaan scheiden in Rotterdam. En dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Het is niet zo ingewikkeld. Je moet zorgen dat je je glas in de glasbak doet, papier in de papierbak en vooral kleding in de textielbakken. Als je dat doet, dan reduceren we niet alleen maar heel veel CO2, dus maken we ons milieu beter. Maar helpt het ook nog eens een keer om de afvalkosten in Rotterdam heel sterk te laten dalen. En we betalen nogal veel hier aan het scheiden van afval. En ja, als je dat nou gewoon zelf doet, dan hebben we gewoon lagere kosten met elkaar. En dat helpt in deze tijd absoluut. Maar verder zou ik ook vooral alle Rotterdammers willen vragen of ze heel goed willen letten op hun eigen energierekening. Want je kunt vaak met heel weinig inspanning zorgen dat je minder elektriciteit gebruikt en minder gas. Ja, en als we dat doen, wordt Rotterdam een prettige plek om te leven. En ook weer, bespaar je voor jezelf. En er zijn ongelooflijk veel tips. Kijk bijvoorbeeld op de site van het Rotterdamse Milieucentrum om te zien wat je dan thuis kunt doen. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Leerlingen van het Hofplein Theater hielden een protestmars. Van het theater naar het stadhuis. Nou van? Heel goed, want offline moet natuurlijk blijven. Maar wat als het nou weggaat? Ja, ik blijf wel op offline, maar er kunnen ook dingen sluiten en het wordt allemaal kleiner en dat willen we niet. En speel je naast Hofplein ook nog ergens anders theater? Nee, maar ik zit op de Hofpleinschool, dus daar doe je ook al alles met theater en zo. En jij zit ook op de Hofpleinschool? Nee. Oh, maar je wilt het wel? Ja. Hey, want je loopt wel mee? Ja. Om haar te steunen? Ja. En jij? Ja, ik ook. Jij loopt mee om haar te steunen of is het op theater? Ik zit op een andere school. Wat vind je er nou van als het gaat sluiten? Nee, best wel erg, want ik zit nu in de tussenklas en dan zouden er geen werkplaatsen meer komen. En als je toch echt wel in een groot theaterstuk wil komen, dan is het toch best wel belangrijk dat het theater open blijft. Ja, maar we moeten allemaal een beetje bezuinigen. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, niet leuk. Je mag ook bezuinigen op andere dingen, vind ik. En hoe lang speel je al theater? Ik zit al vanaf groep 5 op Hofplein. En dus dit is een beetje je huis geworden dus? Ja, ik vind het altijd toch wel leuk om daar te zijn. Ik maak nieuwe vrienden en ja, die dezelfde passie hebben als ik. En wat wil je ermee bereiken? Ik wil eigenlijk al vanaf dat ik klein ben al actrice worden. Stond ik al met mijn borstel voor de spiegel. En ja, dat lijkt me nog steeds wel heel erg leuk. Leuk. Speel je ook theater? Ja, dit is nu geloof ik mijn tweede jaar, ja. En hoe zou jij het vinden als ze gingen sluiten? Dat zou ik echt niet cool vinden. Dat lijkt me echt heel stom. Want wat is een theater zonder een theaterzaal? Ik bedoel... Kan je ook nog ergens anders theater spelen? Ja, maar nergens zo goed als Hofplein natuurlijk. Wat maakt Hofplein zo goed? Hofplein is altijd gezellig, de sfeer is goed en de lessen zijn ook echt super goed. En jij, speel je ook theater? Ja. En wat maakt theater Hofplein voor jou zo leuk? Nou, het is altijd gezellig, hangt altijd een goede sfeer en je leert er heel veel van. En jij? Jij hebt andere hobby's? Nee, alleen het is gewoon, toneelspelen vind ik gewoon heel erg leuk. En hoe lang speel jij al theater? Sorry? En hoe lang speel jij al theater? Eerste jaar, dus is het een nieuwe hobby voor jou? Ja. En vind je het leuk? Ja. En kan je ook nog ergens anders heen als het Theater Hofplein sluit? Nee.
Baksters uit het Oude Noorden. Kijk, het Oude Noorden moet veel mooier en schoner worden. Nou, het wordt natuurlijk helemaal mooier en schoon met zo'n geweldige taart. Vind je niet? Ja, inderdaad. Ja. Hey, en jullie hebben die met z'n tweeën gebakken? Ja, dat hebben we samen gedaan in de keuken. We staan al sinds 10 uur in de keuken. Echt waar? Ja. Dus het is nu 2:50, dus al bijna 5 uur. Nee, we waren om 2:30 al klaar. Okay. Maar met alles. Het is niet alleen deze, altijd lekkere hier op tafel. En die taart is helemaal van de bodem af, hebben jullie opgebouwd, of niet? Ja, ja, het zit wel vol met chocola en de versiering is ook met chocola. Dus okay. Het is echt een chocoladetaart. Als je nou zoiets wil maken, hoe pak je dat aan? Hoe je dat aanpakt. Je begint met 7 eieren erin te zetten. Daarna doe je een kommetje suiker, een kommetje olie en een glas cacao. En dan roeren. En dan roeren. En dan in de oven? Ongeveer een half uurtje in de oven. Hoeveel graden? 180 graden. En vergeet de meel niet. En dan moet je allemaal dingen eroverheen gaan doen? Nee, gewoon mixen. En dan in een bakblik. En dan de oven in. En als je het vertelt, klinkt het heel makkelijk. Maar... Ja, het is ook heel erg makkelijk. Gewoon, het is ja, niet zo'n moeilijke keer. Het is gewoon, ja. En de versieringen? Zo gedaan. Dus de gewoon oefenen met henna? Ja, heel veel oefenen. Ja. Ja. Nou, en dan moet je hem helemaal bekleden met chocoladepasta. Ja. Dat laten smelten en dan bekleden. Koken, is dat je lust in je leven? Of, Voor mij wel. Ja? Nee, voor mij nog niet. Voor mij nog niet, nee. Maar dat komt nog. Dat komt nog wel. Wanneer ik getrouwd ben. We gingen een dagje mee met de 7 kenners van de Kalandtroep. Hey, ik ben Koen van Tichelhoven. Ik ben teamleider hier bij de 7 kenners en de Welpen. We hebben 2 onderdelen, Welpen en 7 kenners. De Welpen, dat zijn de kinderen van 6 tot 12 jaar ongeveer. En de 7 kenners zijn van 12 tot 17, 18 jaar zo'n beetje. En daar draait een teamleiding op. En dat team moet ook aangestuurd worden. En dat is mijn hoofdtaak, zeg maar. Ben je zelf ook 7 kenner geweest? Ik ben zelf 7 kenner geweest. En zo langzamerhand via het programma van scouting van steeds toenemende verantwoordelijkheden leider geworden en uiteindelijk teamleider. Hoe lang ben je al lid van scouting? Ik ben, 19 jaar ben ik lid van scouting. Wat vind je er leuk aan? Het bezig zijn met kinderen. De kinderen een plezierige vrije tijd kunnen bieden. Ze mogen hier dingen die ze thuis niet mogen. Ze leren dingen die ze op school niet leren. Dat is leuk om de kinderen mee te geven. Op vaargebied, wat mogen ze? In principe mogen ze bijna alles. Ze mogen varen bij ons met de zeilboten. Ze mogen varen met roeiboten. Maar ook met het grote kampschip Odysseus die we hebben. Daar staan ze ook gewoon aan het roer. Wij staan er wel naast, dus mocht er wat gebeuren, hebben we zo het roer overgenomen. Maar voor een verkenner is dat natuurlijk geweldig om in een schip van 24 meter te kunnen varen. De subsidies die worden overal ingetrokken, voor allerlei instellingen, ook voor jullie.
En toch hebben we het weten te bereiken dat er nog vernieuwingen aan het schip gedaan zijn. Wat voor vernieuwingen? We hadden een oud huistuig hadden we aan dek staan, een oude mast met een giek. En daar zat een installatie achter met tandwielen en kettingen. En een oude dieselmotor die in zijn werk gezet werd met een omgekeerde remtrommel. Arbotechnisch niet helemaal meer van deze tijd. En via veel sponsoring is het gelukt om er nu een volledige elektrische hydraulische kraan op te zetten. Er zijn nieuwe matrasjes zijn er met de sponsoring binnengekomen. We hebben een aantal nieuwe reddingsvesten aan kunnen schaffen. We hebben nog wat nieuw materiaal voor de vletten, nieuwe riemen, nieuwe masten kunnen aanschaffen. Dus we zijn weer redelijk voorzien nu. Dan zit je al lang bij de Zevenkennis. De regelgeving die wordt alsmaar strenger. Ja, zeker. Dat neemt toe. Op het land, waar je aan milieuwetgeving moet voldoen. Belastingen, huurverhogingen van terreinen die nu voor ogen staan. Hoewel de deelgemeente Noord daar goed mee omgaat. En waardoor wij gelukkig voorlopig nog bespaard blijven van de huurverhogingen. Maar op het water ook regel en wetgeving. Schepen moeten tegenwoordig ook een soort van APK hebben zoals we dat kennen van de auto's. En daardoor moeten ze ook voldoen aan de eisen van vandaag de dag. En dat betekent gewoon investeren in je schepen. De kinderen die bij ons zitten, die hebben hier gewoon een geweldige tijd. En scouting staat open voor iedereen. Dus ook mensen die bij een sportvereniging waar men per se moet presteren en eerste moet worden, niet altijd naar hun zin heeft. Bij scouting doen we allerlei sporten door elkaar heen. We voetballen, we hockeyen, we basketballen, we rugbyen, we doen andere spelen. Voor ieder wat wils en met veel afwisseling. Nou, dat is een prima promo. Hartstikke bedankt voor het interview en veel succes. Graag gedaan, dankjewel. Bij CEG was de opvoedmarkt. We ain't ever gonna grow up, we just wanna get down. Tell the DJ, turn it up real loud. No, we'll never grow up, and if we had our way. Het is deze week de week van de opvoeding. We zijn vandaag bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Want die hebben een dag vol met workshops. En we hebben twee mensen bereid gevonden om mee te werken aan het interview. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw naam is? Ik ben Jan van Schier, ik ben de manager van het CEG Deelgemeente Noord. En u bent? Ik ben Caroline Holst en ik ben regisseur van dit centrum. En wat doet het centrum is natuurlijk mijn vraag. Ja, dat is een hele terechte vraag. Want dat is ook een van de redenen waarom we nu open huis houden. We willen vooral ook aan de deelgemeente, aan de wijken laten zien dat hier ook in deze deelgemeente een centrum jeugd en gezin aanwezig is. Het Centrum Jeugd en Gezin, ja, daar komen sowieso bijna alle kinderen die in de deelgemeente wonen, die komen een keer langs. Hetzij voor de vaccinatie, hetzij op het consultatiebureau voor allerlei adviezen en noem maar op. En naarmate de kinderen ouder worden, zie je ze hier minder komen. En dat is misschien ook maar goed ook. Maar wij zijn vooral ook een centrum waarin ouders vragen kunnen stellen of in ieder geval informatie kunnen halen over, goh, ik heb vragen rond het opgroeien van mijn kind. Ik heb opvoedvragen. Of hele vragen rond gezondheid. Nou, dit is een plek waar dat soort vragen sowieso gesteld kunnen worden. Wie zijn dan de bezoekers? Nou, die zijn heel divers. Maar dat zijn vooral de mensen die in de deelgemeente Noord wonen. Dat zijn ouders met, wat Jan net al zei, hun jonge kinderen die hier komen. Voor hun vragen over opgroeien en opvoeden. Maar met name ook kinderen die op school zitten in Noord. Er zijn verpleegkundigen van ons centrum verbonden aan alle scholen in deze deelgemeente. En die zien de kinderen ook om te kijken hoe het met hun gaat. De ochtenden zijn sowieso altijd bezet. Dus dan hebben we, ja, we noemen dat vier bureaus. Dus er zijn twee jeugdartsen en twee verpleegkundigen die doorlopend om de 20, 25 minuten klanten zien. Dus op zo'n ochtend zijn er al 60, 70 mensen soms. Dus dat kan, als je dat vijf ochtenden doet, dan kom je al ruim over de 200-300. Ja. En je zei, er komen ook mensen met andere vragen. Wat voor andere soorten vragen, anders dan medische, kunnen mensen hier stellen?
Nou, dat gaat natuurlijk vooral ook over opgroeien en opvoeden. Hè? Want dat is tegenwoordig toch heel belangrijk voor mensen. Dat zij willen dat hun kind goed opgroeit, dat ze zich goed ontwikkelen. Mensen voelen zich daar soms wat onzeker over, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want vragen over opvoeding, die horen erbij. Maar dat zijn wel vragen die we steeds meer krijgen. En we hebben in het Centrum voor Jeugd en Gezin naast een medische tak ook mensen die kunnen helpen bij die opvoedingsvragen. Dus we hebben bijvoorbeeld een pedagoog in huis die ouders kan adviseren over de aanpak van hun kind. We hebben ook iemand die zelfs thuis komt, hè, die thuis komt kijken en daarin advies kan geven. En als er echt wat meer aan de hand is, dan zijn er gezinscoaches die intensief hulp bieden aan mensen om de boel eigenlijk weer op orde te brengen en te zorgen dat het allemaal weer gaat lopen. Komt dat laatste nou vaak voor? Nou, dat komt best vaak voor. Hè. Mensen hebben toch te maken met soms hele ingewikkelde problemen. En als alles tegelijk komt, hè, stel je wordt ziek, je hebt slechte huisvesting, je hebt problemen met je kinderen, je hebt misschien relatieproblemen met je man, dan kan het wel eens echt heel erg veel zijn en dat je echt even een steuntje in de rug nodig hebt. Maar de bedoeling is natuurlijk dat mensen zo snel mogelijk het zelf weer kunnen doen. Nou, we willen de komende periode ook wat meer aandacht en tijd gaan krijgen voor die kinderen en die gezinnen die ook wat meer aandacht behoeven. Dus daar gaan we ons ook op inzetten. Dus kinderen waar het goed mee gaat, gaan we misschien op termijn iets minder zien. Maar kinderen waar meer aandacht voor nodig is, willen we wat meer gaan zien. Dat willen we ook aanbieden aan die ouders. Dus dat betekent dat we daar wat extra intensief bemoeienis mee gaan krijgen. En wat ik zelf erg belangrijk vind van ons centrum is dat wij staan midden in de wijk. Maar we willen ook heel goed samenwerken met allerlei andere partijen die hier ook actief zijn in de wijk. Hè. Dus deze dag, deze ochtend, deze inloopochtend en opvoedmarkt. Nou, je hoort het aan de geluiden op de achtergrond, zijn kinderen, maar er zijn ook heel veel ouders. We willen dat ook vooral samen doen, want we beseffen wel als CEG dat we dat in ons uppie allemaal niet lukt. De dingen en de problemen die ouders hebben. Dus nu ook andere partners, zoals het Twinkeltje en Welzijn Noord en Kinderdam en CVD. Het zijn allemaal organisaties. Ook werken we nou samen met OctoPlus van de fysiotherapie aan de Gordelweg. Omdat we wel merken van een kind wil op de rails krijgen of een gezin wil op de rails krijgen, dat moet je met elkaar doen. Dus wij willen met hen ook goede samenwerking hebben. Wij beseffen wel dat dit minder een plek is voor jongeren. En wij komen er ook steeds beter achter dat als wij jongeren met vragen willen ontmoeten, moeten we op de scholen zijn waar die jongeren op school gaan. En daar ook dat wij op elke school voor het voortgezet onderwijs hier in de deelgemeente ook een CEG-medewerker actief is. Die beschikbaar is voor vragen van jongeren, die ook allerlei jongeren ziet op een spreekuur. En wij merken dat het ontmoeten van die jongeren met hun vragen, dat we dat vooral op de plek moeten doen waar die jongeren zelf zijn. Ik zou zeggen, Rotterdam Noord ontwikkelt zich op het gebied van jeugd, denk ik, in een hele goede richting. Er is ontzettend veel te doen. Hè, dus ik zou mensen zeker oproepen om naar allerlei activiteiten te komen. Hè, want daar kun je toch een heleboel opsteken van opgroeien en opvoeden. En ook met elkaar het erover hebben. Dat opgroeien en opvoeden en als daar vragen over zijn eigenlijk heel normaal is. Dit was het weer voor deze keer. Wilt u de filmpjes terugzien? Dan kan dat via www.cineacnoord.tv of Facebook, Twitter en YouTube. Heeft u nou zelf een leuk filmpje dat u graag wil uploaden? Dan kan dat ook via www.rotterdamnoord.tv. Tot de volgende keer!